Welkom bij Meer Weer Caravans en Campers in Doetinchem. Wij hebben al meer dan 40 jaar een fantastisch caravan- en camperbedrijf in Doetinchem op Energieterrein Verhulswijde. Welkom, ja, mijn naam is Gerrit-Jan Meerbeek. Maar het leuke is, ik heb van Mark begrepen dat een nieuwe noviteit uit de kampeerautomarkt bij Meerbeek is binnengekomen. Mark, kan jij eens laten zien waar die staat en welke het is? Ja, dat klopt. Wij verkopen twee merken, Gerrit-Jan. We hebben LMC en we hebben Detlef. En bij Detlef hebben ze enorm hun best gedaan. Ze hebben daar een project opgestart. Hebben ze anderhalf jaar gewerkt aan een nieuw model camper. En dat is van Detlef de Pulse. Pulse Integraal. Zullen we eens even naartoe lopen, Gerrit-Jan? Ik weet niet waar die staat. Ik loop even mee. Dan moeten we drie paden verder. Want we hebben een heleboel nieuwe campers staan. Maar we lopen even die kant op. We gaan deze kant op. Ik ben zo benieuwd wat het is. Want ik heb het dus nog niet gezien. Kijk, hier gaan we natuurlijk. Hier hebben de nieuwe modellen allemaal staan. Is er echt veel aan vernieuwd? Enorm. Het is compleet nieuw marktgezet. Kijk, een mooie stoere camper. Met, wat wel heel bijzonder is, als je naar de Display Plus, dus de GT-uitvoering. Hier zien we hem staan. De compleet nieuwe achterkant, heel mooi weggebogen naar achteren. Waardoor hij echt gewoon super comfortabel en ook soepel overkomt wat dat betreft. Die 7051 is dus een nieuwe indeling. Wil je eens iets van die indeling vertellen, weet Jan? Ja, ik zie dus voor het eerst en ik kijk naar al die mooie details. Wat ik voor het eerst zie is dat daar een totaal nieuwe ronde vormgeving aan zit. Klopt. De vorige modellen waren vierkant. Deze is rond en komt daarmee wel heel erg sportief over, vind ik zelf. Mijn eerste indruk. Als ik aan de voorkant kijk, zie ik dus dat ik te maken heb met een integraal versie van de Detlef. Dit is die stoere voorkant, waar Detlef zo bekend om is. Daar staat het, Detlef. Topmerk. Ik zie hier dat hij dus full options wordt aangeboden. Voor minder dan 100.000 euro. Dat zie ik hier dus. Dat valt mij zo in eerste instantie op. Weet je wat ik leuk vind om te zien, Jan? Hier hebben we dus zo'n GT-model, zo'n GT-wit. We kijken hoe mooi die details erin zitten. Een mooi rode biesje onderin de grill gemaakt. In de letters doorgetrokken hier. Het logo zit mooi in de grill. Dat is wel heel erg mooi. Hè? Weet je wat mijn aandacht ook heel erg trekt? Ik loop er zo langs hè, en ik heb nog nooit zoveel verlichting in de camper gezien. Dat valt mij gewoon enorm op. Waar zit hier veel verlichting? Als ik dus ik kijk op de grond. Ik zie op de grond allemaal verlichting. Maar als ik naar boven kijk, zie ik ook overal verlichting. En als ik naar de wand kijk, zie ik verlichting. En als ik naar de spotjes kijk, zie ik verlichting. Als ik goed kijk, vier zones, hè? Zie ik hier eigenlijk vier invloeden van verlichting in een camper met een hele lichte, moderne uitstraling. Natuurlijk dakluiken, ook hier lichte kleuren. Ook dit valt mij op. Dit heb ik eigenlijk nog nooit gezien. Dit zijn afgeschuinde kasten. En die kasten die gaan open als in een vliegtuig. Wauw. Hebben heel veel diepte. En als ik ze terugklap, blijft die optionele gevoelsruimte zo groot omdat het zo mooi afgeschuind is. Dat valt mij wel op. Dit komt mij bekend voor. Dit is al jarenlang de beste indeling in de campermarkt. Twee aparte bedden met een deur. En die deur is er niet voor niks ingezet. Maar die zorgt er namelijk voor dat er een gescheiden toilet en douche is. Aan de ene kant heb je dan de toilet. Dit is de doucheruimte, met ook mogelijkheid van kleding ophangen. Daar kun je dus nog voor kiezen. Dat is gewoon een zeer succesvol concept in de campermarkt, het meest gevraagde. Duw je de deur dicht, kom je bij de toiletruimte uit. Ook een wasbak, een combi-cassette-rollo in het melkglasraam. Duw de deur open, kom je terug in de leefruimte. Kun jij daar wat van vertellen van die leefruimte, Mark? Ja, als je natuurlijk vanuit de slaapkamer kom je dus eigenlijk naar het keukengedeelte toe. Dan zie je hier dus een mooie reale keuken zitten met een schuine hoek eraan. Hier een mooie level automotive afwerking, op een chique manier afgewerkt. Bergruimte, prullenbakje standaard voorzien. Laden zitten erin. Soft close pushlock sluiting. Warm koud water, mooi gascomfort, drie pitten. Standaard voorzien. In het GT-pakket heb je ook altijd de luxe combi cassettes. Dat betekent de privé verduistering met de horror die van bovenaf komen. Waardoor je de inkijk heel makkelijk van buiten weg kunt houden. Standaard erin. Lichtdetails komen overal weer terug. En tegenover de keuken zien we de grote koelkast, de 160 liter van Dometic. Hier, ze hebben hier gekozen voor het model de Topliner, de luxe uit de serie, met de A van automaat. Dat betekent dat hij zijn eigen energie kiest. Nu is het de stekker erin, dus hij kiest vanzelf voor 230 volt. Zou je dus geen 230 volt hebben en de motor loopt, gaat hij op 12 volt. Heb je de motor uit, gaat hij vanzelf op gas. Dus daar zit de standaard in dit model. Nou, bergruimte is efficiënt toegepast. Alle ruimte is benut wat hierin zit. Hier zie je ook weer de soft close, dat hij mooi zachtjes dichtvalt. Dus comfortabel kamperen. Kijken we onder de koelkast, zien we hier nog een enorme lade zitten. Ik ga hem even open doen. Heel veel bergruimte hier. Hier zit het mooie, hier kan het mediacentrum mooi toegepast worden. Dus hier kan een mooie televisie. Alle bekabeling kan weggeworpen, werk worden in de kolf.
stopcontacten, aanduidingen voorbereid. De combiketel. Dat is ook mooi. Ja, dat is tegenwoordig, dat zie je heel veel. Hier kun je dus bijvoorbeeld de temperatuur regelen. Dat kan allemaal per graad. Ook makkelijk bedienbaar. Hè? Heel makkelijk bedienbaar, ja. Dit is tegenwoordig in de meeste nieuwe campers aanwezig. Maar ook een leuk detail om te weten nog, dat die Detlef campers zijn altijd dus uitgevoerd in de Crash Protector. Dus die ketel mag gewoon ook tijdens het rijden ook aan. Dus wil je in het winterseizoen of in het voorseizoen kamperen, kan de verwarming gewoon aan tijdens het rijden. Dan heb je echt comfort heb je dan. Hier zie je het mooi doorgetrokken, het klokje erin. De niveaumeters kun je makkelijk bijhouden. De temperatuurmeters zit er nog in. Maar een integraal, waarom koop je eigenlijk een integraal camper? Voor natuurlijk extra slaapplaatsen. En een handomdraai kun je hier dus van boven de cabine, kun je dus eigenlijk heel makkelijk een bed van maken. Dat doe je heel makkelijk. Kijk, hier zit van die goede, soepel klappende stoelen in. Al goed is dat, zo gaan ze naar binnen toe. En dan pakken we in één handomdraai voor de bed naar beneden. Kijk, en zo heb je groot dus, bed. En zo heb je dus eigenlijk een bed voor de kinderen in een handomdraai gemaakt. Makkelijk, goed te stappen. Beddengoed kun je er gewoon op laten liggen. Trapjes erbij inderdaad, makkelijke instap. Spotjes, ventilatie, alles zit erin. Maar als dat de nacht er even bij is en je wil s'morgens weer comfort van je woonruimte hebben, klap je hem omhoog, je draait de bedden los, je draait de stoelen weer omhoog en weer de auto helemaal compleet. En dan wil je dus gaan rijden, draai je deze stoel om. Nou, wat hier nog leuk is om te zien, als je bij de cabine kijkt, dit is dus de nieuwste Fiat Ducato Euro 6 Plus. Dit is een uitvoering met een 150 pk en een automaat, eigenlijk de beste koppel voor deze wagen. Wat al bijzonder is van die Detlef is ook zijn lichte gewicht. Dat zit ook in de nieuwe bouwwijze. Daar vertellen we ook buiten nog wat van. En wat altijd leuk is om te weten dat alle Detlefs zijn met een soundpakket uitgevoerd. Dat je dus heel goed geluid in die wagen hebt. Comfort, mooie muziek, allemaal standaard in die Detlef Pulse aanwezig. Kun je nog iets van de prijs vertellen van de camper Gert-Jan? Ja, dat zag je net. 100.000 euro, net niet. Nee, dan heb je dus alles. We zoeken even de prijskaart op. Maar hebben we dan extra dingen nodig? Die is hier alles opgeplakt. De basisprijs is 85.790 euro. Hij wordt meestal geleverd met een 150 pk automaat in dat hele populaire Fiat dus GT pakket, Gran Turismo pakket, zo heet het. Nou, dan heb je allerlei extra's, zoals bijvoorbeeld de airco in de cabine, de spiegels elektrisch verstelbaar, cruise control, radio voorbereiding, soundpakket, bijrijders airbag, LED dagverlichting, lederen stuur en versnellingspook. Cabine kan dan ook nog in kleuren, bijvoorbeeld zwart of wit is mogelijk. Instaptreden, cabine, kaderramen, aluminium, velgen, zit er allemaal op met het GT-pakket. Daarnaast nog die luifel uit de 8000-serie, ik zie hem zitten. Zit er ook op. De volautomaat schotel, de Oyster schotel, de 85 centimeter zit er dan ook op. Dat vind ik even leuk om te laten zien, daar hebben we nou een hele mooie demo van staan. Kijk, als we hier kijken, maar we pas dit zit erop. Dit zit erop. Die heeft hier het nieuwste wel neergezet. Dus het volle wat je met die oyster hebt, je hebt hier dus een oysterschotel van 85 centimeter, dat je ook in de hele zuidelijke landen, op noordelijke landen, Portugal, Spanje, ook goed ontvangst hebt. Met een televisie met een ingebouwde receiver. En dat betekent dus dat als je dan bijvoorbeeld, als de zenders vragen om naar de satellieten te wisselen, doet hij dat helemaal automatisch, hoef je niks aan te doen. Je hebt altijd beeld. Ideale schotel, kwaliteitsmerk op een kwaliteitscamper. Astra 1, Astra 3, Hotbird, het gaat allemaal vanzelf. Sorry dat ik even onderbrak, maar dat wil ik even laten zien. Ja, ik was bijna aan het einde van het lijstje. Ik zag nog één ding staan. Gasalarm zit er dan ook in. De bruto prijs van die camper is dan gestaan 104.166 euro. Maar nu dus, bij Neerbeek in Doetinchem te koop onder de 100.000 euro. 99.995 euro. En u rijdt weg met de allernieuwste Detlef Pulse integraal camper. Die dus onderscheidend is in zijn lichtconcept. Vier manieren van lichtinval in die camper. Vlakke bodem. En die prachtige afschuiming aan de achterkant, die ook uniek is. En die vlakke bodem kunnen we ook even naar kijken. Ook heel fijn. Als je daar namelijk naar voren loopt, zit er geen opstapje meer in, maar is alles vlak. Helemaal vlak. Dat is veel comfortabeler in het heen en weer lopen. Ik ben erg onder de indruk van deze camper. Meer info natuurlijk op www.meerbeek.nl. Ik kan alleen maar zeggen dat ik deze camper wel zou willen kopen. Ik denk dat als u hem ziet, dat u hem ook wil kopen. Zolang die beschikbaar is, staat het op meerbeek.nl. En wil jij nog wat toevoegen, Mark? Ja, eigenlijk niet. Ik zou zeggen, kijk gewoon even naar die website. En die is ook net vernieuwd en er staat alle informatie goed op. Wij willen u graag van de goede informatie voorzien, dus maak even een afspraakje. Kom bij ons naar de showroom in Doetinchem. We hebben een hele grote partij nieuwe campers staan. Er staan op dit moment wel een 25 volgens mij, van LMC en van Detlef dus. Maar die Pulse die blinkt nu wel uit in vernieuwing. Het is wel leuk om te zeggen, die Duitse fabrikanten, of je nou over Fendt praat of Hobby of Detlef, ze zijn allemaal erg volgeboekt in hun productie. Maar ja, als dus een product beschikbaar is op www.meerbeek.nl, hoe snel is het dan leverbaar? Binnen 24 uur. Dat is uniek en dat is een groot aanbod. Kijk u zelf maar eens. Tot ziens in Doetinchem. Welkom.